Goed, dames en heren. Deel 2 van vanavond, de rekeningcommissie behandeling van de begroting 2018 en wat daarmee annex is. Hartelijk welkom, mensen thuis ook. Wij hebben een agenda vanavond. De opening is hierbij gebeurd. Vaststelling van de agenda. Heeft iemand daar op of aanmerkingen over? Niet, dan kunnen we door naar agenda punt 3, want inventarisatie rondvraagpunten, daar zijn geen punten voor aangereikt, dus dat hebben we hiermee gehad. Dan krijgen we als agenda punt 3 presentatie doorkijk van de programmabegroting door de accountant. En uiteraard hartelijk welkom Rob. Ik weet niet wat jij liever doet, staand of zittend, maar in ieder geval wel zichtbaar en hoorbaar voor een ieder. Rob heeft trouwens zojuist aangegeven geen enkel probleem te hebben met als tussendoor vragen opkomen om die dan ook te stellen. Die zal hij ook graag beantwoorden. Rob, ga je gang. Ja, zo doet hij beter. Kijk, als de techniek werkt. Ja? Ja, als jullie het goed vinden, ik wil ook gaan staan, maar ik weet niet of het zo ja, zo te doen. Mooi. Leuk dat ik vanavond een presentatie mag geven over de begroting. Want volgens mij zei René net al van, de wethouder zei het net van, hey, die accountant komt toch altijd bij de jaarrekening. Maar ik was hier 2 jaar geleden ook en ik moet eerlijk zeggen dat het eigenlijk best wel leuk is om ook eens een keer naar de begroting te kijken. Aan te geven hoe wij ik en als accountant naar die begroting kijken. Nou, jullie hebben volgens mij de presentatie al voor je. Er zijn heel veel sheets. Ik weet niet of ik er allemaal doorheen kom. En als het heel technisch wordt, ja, grijp in, breek in en zeg er wat van. Of als het heel bekend is, ook prima. Ik heb het een beetje gedaan zoals de vorige keer. Het is toch wel, ja, wat doe je nou als accountant? Laten we zo zeggen, wat is je rol als accountant? Het is denk ik goed om even als eerste neer te zetten. En hoe staat die begroting nou als sturingsinstrument? Omdat ik als accountant heel erg kijk naar de begroting als een start van de hele planning- en controlcyclus. En dan vervolgens hoe kijk je als accountant nou naar die getallen? En dat zal al heel snel ook wel gaan over de relatie tussen begroting, de BRAP en de jaarrekening. En uiteindelijk ook hoe zitten de financiële kengetallen daar dan in? En hoe kijk je daarna? Ik probeer die, als het even kan, zo begrijpelijk mogelijk wat uit te leggen. En op die manier jullie te helpen om te kijken van hoe kijken we naar de begroting en hoe kunnen we daarop sturen. Wat anders is dan vorig jaar, heb ik geprobeerd een iets ander sausje overheen te gooien. En dat is door eens hier en daar wat te prikken via waarstaatjegemeente.nl. Dat ga ik niet live doen, zeg maar dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Maar ik heb dat gewoon maar op de PowerPoint gedaan. Ik ga gewoon beginnen wat mij betreft. Rol als accountant, ik zeg het toch maar even, is niet helemaal om me alleen maar in te dekken of zo, hè, van wat ik nu allemaal ga zeggen. Maar ik heb de begroting natuurlijk niet gecontroleerd, dat is helder. Ik controleer de jaarrekening. En tegelijkertijd zei ik net al, ik kan me voorstellen dat de begroting wat het allerbelangrijkste document is als raad, zeg maar. Hè. Uiteindelijk maak je daar de politieke keuzes, dat lijkt me hartstikke leuk. En dan gaat het erom van, waar ga ik mijn geld aan uitgeven, hoeveel geld komt er binnen en waar geef ik het aan uit en welke keuzes maak ik daar en daar kun je het politiek debat over hebben. En tegelijkertijd zult u begrijpen dat ik de jaarrekening nog steeds wel belangrijk vind, want dat is toch het slotstuk daarin. Wij controleren de jaarrekening en daar hebben we de gemeentewet voor en de BBV, hè, de besluit, begroting en verantwoording van gemeenten, et cetera. Dat zal allemaal wel, daar zal ik nu al niet al te lang bij stil blijven staan. En tegelijkertijd merkt u ook wel, want ik zit hier niet alleen nu voor de begroting, ik kom ook wel eens voor een management letter en accountsverslag. Wij kijken ook wel naar die begroting, we geven ook wel adviezen over interne beheersing en ook wel over het begrotingsbeheer. En daar kom ik straks nog wel 1 of 2 keer op terug, wat ik daar ook in de management letter wel eens over geschreven heb. En ik vind het heel erg belangrijk als accountant, ook al controleer de jaarrekening en kan je natuurlijk een heel groot verlies of zo prima getrouw en rechtmatig verantwoord hebben, dat je toch ook wel inzage geeft in van, hoe sta je nou qua risico's, vermogen. Ook al is dat niet puur vanuit je controlerende rol, is het toch wel goed om daarover mee te denken.
Ja, wat denk ik belangrijk is, is ook, wij controleren de jaarrekening. En eigenlijk heeft de provincie, die houdt natuurlijk toezicht op de begroting. Als het goed is, krijgen jullie daar jaarlijks een brief ook van. Ik weet niet of die hier ook altijd behandeld wordt, maar ik schat er een beetje in van wel, hè. De provincie kijkt echt naar de begroting. En die zal echt kijken van, nou ja, is dat dan structureel in evenwicht? Sluit die meerjarenbegroting? Zijn er beheerplannen aanwezig? Etcetera. Ik denk dat die rollen verder voor zich spreken. Wat ik mee zou willen beginnen, de begroting als sturingsinstrument. In vergelijking met, want ik ben hier 2 jaar geleden eens een keer geweest. En toen heb ik al iets gezegd over dat er wat aan het wijzigen is in de BBV. En eigenlijk zie je dat nu in de begroting 17 en ook 18 zie je dat nu echt nadrukkelijk terugkomen. Ook bij jullie begroting, wat meer aandacht aan besteed. Die kengetallen van de financiële positie, daar rapporteer ik ook uitgebreid over in het accountsverslag. En dat gaat over solvabiliteit, schuldquote, et cetera. Dat is dus echt wel wat nieuw, hè, waardoor je ook meer als gemeente elkaar onderling kunt vergelijken. Met ingang van 17 ook nieuw is, is die set met basisindicatoren. In jullie begroting worden ze genoemd indicatoren, DEPLA-indicatoren geloof ik, als je ze per programma bekijkt. En wat denk ik wel aardig is, hoewel ik daar niet heel lang bij stil blijf staan, is ook, er zit een bijlage met taakvelden helemaal achter in de begroting. Dat is volgens mij, staat me eigenlijk bij bladzijde 180 of zo. Ik kan me voorstellen dat jullie er niet helemaal aan toegekomen zijn. Je zou kunnen zeggen, dat is toch wel weer nieuw. Hè? Dat is volgens mij met ingang van begroting 2018 nieuw. Het is eigenlijk een soort dwarsdoorsnede die nu zichtbaar wordt in de begroting. En waarvan wij als accountants, en ik niet als BDO alleen zijn, maar als collega accountants ook over aan nadenken zijn. Ja, hoeveel moeten we daar nou eigenlijk aan doen? Hè? Want het is een bijlage, het is wel onderdeel van de jaarrekening. Er zit een hele verdeelsleutel in hoe je van programma's naar die bijlage gaat. En uiteindelijk worden ze natuurlijk ook wel gebruikt om onderlinge te gaan vergelijken in de toekomst. Dus ze moeten ook wel een goed beeld geven. Nou, dat... U geeft aan dat die taakvelden, zullen we zeggen, dat is vernieuwing naar de toekomst toe. Wij constateren natuurlijk ook dat we dat nu gepresenteerd krijgen. Maar dat klinkt dan misschien weer heel negatief. Zo negatief is het niet bedoeld, want ik vind het een verbetering dat we het op deze manier gaan doen. Maar om als raad iets van deze rapportage hier te kunnen vinden, moet je wel de trend zien. Zou het dus fijn zijn om te weten wat was het vorig jaar, wat wordt het 18, 19 en 20... op basis van onze huidige begroting. Want dan kan je een trend zien en dan kan je er iets over zeggen. Want een SEC-opgave zoals het hier staat, zegt ons natuurlijk heel weinig. Zeker als het niet vergeleken kan worden met die andere gemeenten kleiner dan 25.000. En dan is de trend, zal ik maar zeggen. Dus ik ben heel blij dat dit nu toegevoegd wordt. Maar ik ben wel van mening dat als wij hier als raad iets makkelijk mee moeten kunnen, dat we wel op een andere manier die cijfers verwerkt moeten kunnen hebben. Want zo zegt het heel weinig. Ja, maar de vraag die ik dan wel... Kijk, allereerst, dit is wat je moet op doen, hè, op dit moment op basis van de BBV. Dus ik laat zo zeggen, gemeente Ommen komt keurig de BBV na. Hè, die neemt die bijlage met taakvelden op. Zullen ze straks bij de jaarrekening ook moeten doen. En dan zullen ze hier en daar ook een toelichting moeten geven. Dus in die zin is dat het, hè. Dat is de wettelijke verplichting. Tegelijkertijd, de vraag die hier ook volgens mij bij u een beetje onder ligt is, moet ik hier dan op gaan sturen? Hè? En ik denk dat alle informatie zoals die hierin staat, eigenlijk ook in de programmarekening staat. En je ziet af en toe, hè, dat staat er ook volgens mij wel bij, hè? De oude IV3-functies, die zijn dan weer gekoppeld aan programma's. Dus... Dat deel ik helemaal met u. Alleen, als je analysetechnisch hier iets mee wilt, moet je weten waar je vandaan komt, wat je gewenst had en waar je naartoe gaat. Dan kan je namelijk iets zeggen over. Ja, daar ben ik eens. Maar ik denk dat de bijlage niet zo bedoeld is. De bijlage is, denk ik, of dat weet ik wel vrijwel zeker, hè, komt uit het rapport van de commissie DEPLA. Hij is bedoeld om gemeenten onderling te gaan vergelijken. En ik kom er straks in mijn presentatie ook wel even verder op terug. Want via waarstaatjegemeente.nl kun je al deze beleidsindicatoren gewoon één op één vergelijken. Dus... Ja, dan blijft natuurlijk de vraag, snap ik wel, dat u zegt, ja, maar als ik ze kan vergelijken, kan ik er ook weer keuzes in maken en zo. En wellicht moet je dan terug even naar de programma's. U gaat al een stap verder en zegt van, ik wil hier eigenlijk op gaan sturen. Dan word ik misschien niet goed begrepen.
ik wil hier niet op gaan sturen. Maar om hier iets mee te kunnen, conceptueel technisch, moet ik weten, hey, er staat een saldo van 9,16. Wat betekent dat nou? En het betekent voor mij pas iets als ik een trend zie en als ik doelen gesteld had en die hadden voor mij een bepaalde trend verwacht toen zijn en ik zie wat er daadwerkelijk gebeurt, dan kan ik, zal maar zeggen, mijn differentie maken en dan kan ik daar iets mee. Ja. Volgens mij moet ik niet heel lang hierbij bij stil blijven staan. Ik heb het gevoel dat deze bijlage is gebruikt als vergelijking en niet direct als sturingsinstrument. Maar als u wilt en als u vindt als raad van wij willen daar ook meer informatie over, dan staat u natuurlijk vrij om dat in met het college af te stellen. Ja. Door op? Ja. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen, denk ik. Volgens mij heb ik deze vorige keer ook laten zien. Dat is denk ik niet nieuw voor u. Hè. U zit hier al bijna 4 jaar als raad, denk ik. Maar toch wel goed om te benoemen. Je hebt een collegeprogramma, de kadernota is geweest. Op basis van de meicirculaire wordt natuurlijk de begroting opgesteld. En volgens mij staat nu in de agenda stuk ook de septembercirculaire. Nou, daar is niet zoveel in gewijzigd door allerlei verkiezingen natuurlijk. Maar samen zijn die de basis uiteindelijk voor je programmabegroting. En of je productenraming, hè, ligt dat net even anders in de begroting, zit dat anders in de begroting. En uiteindelijk moet die cyclus, die beslissingen die u neemt op programma, product of doelstellingsniveau, moet vertaald worden naar afdelingen en afdelingsplannen. En dat is een beetje onder de rode streep, zou je kunnen zeggen. En dat zit natuurlijk bij jullie grotendeels bij de BOH. En zo gaat die cyclus van sturen aan de rechterkant gaat die over naar afdelings- of budgetrapportages, bestuursrapportage, BRAP 1 en 2 en de gemeenterekening. En zoals ik al zei, dan is de begroting toch wel een hele belangrijke daarin in de keuzes om de keuzes in te maken. Beetje anders neergezet, maar ik denk hetzelfde idee. Is dit huisje van planning en control, zo noemen we hem ook wel eens. Op raadsniveau maak je die beleidsbegroting, bepaal je de kaders en zet je de lijnen uit. En op collegeniveau wordt dat meer detail uitgevoerd en ambtelijk zit dat in werkplannen. Nou, volgens mij nog niet zoveel nieuwe dingen. De wijziging van de BBV. Ook hier zie je, dit komt uit een notitie volgens mij van de VNG. Hier zie je ook hoe dat in het verleden was. De oude situatie en de nieuwe situatie voor wat betreft programma's, producten, eventueel functies en subproducten. En hoe dat vanaf boekjaar 2017 is. Dan gaan de programma's blijven natuurlijk op raadsniveau. En daar kun je zelf keuzes in maken. Hier staat circa 10, maar jullie hebben er volgens mij 9. De producten. Jullie hebben per programma heb je 2 tot soms 3, 4... onderdelen, ze zijn hier niet heel expliciet benoemd, hè, maar noem maar producten. Vanaf 2017 worden die subproducten, die worden eigenlijk landelijk min of meer bepaald door die taakvelden. En dat is al in 2016 is dat middels een wijzigingsbesluit bepaald. Nou, ik zei het net al. Dat het doel is daarvan om landelijke vergelijkbaarheid te creëren tussen gemeenten. Wat ik belangrijk vind, ook al ben ik accountant en heb ik natuurlijk altijd die financiële bril op. Hè, dus ik kijk altijd met een bepaalde beroepsdeformatie naar zaken. Maar zal altijd naar de cijfers kijken, vermogen, kengetallen, et cetera. Wil ik wel benadrukken dat het volgens mij voor jullie als raad ontzettend belangrijk is. Met name om naar die 3 W's, zoals de BBV die heeft benoemd. Zoals ook min of meer in jullie begroting staan. Om daar vooral op te sturen en te snappen van wat willen we nou bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat gaat het kosten. En te proberen zoveel mogelijk gevoel bij te krijgen en te snappen wat je doet en hoe dat in die planning- en controlecyclus zit. Ja, bij de begroting is dan heb je die vraag van wat wil je bereiken en uiteindelijk bij de jaarrekening moet je dat uitleggen wat dat bereikt, wat je daarvoor gedaan hebt en wat het gekost heeft. En zoals ik al zei, dat zijn de belangrijkste politieke keuzes van de raad. Wat ik wel belangrijk vind ook altijd in die discussie te benadrukken is dat niet alle prestaties altijd te sturen en meetbaar zijn. Ik vind ook wel als je naar de indicatoren kijkt van de PLA, vaak
Ja, zijn daar ook geen indicatoren voor? Of staan ze nog open of worden ze niet gemeten? Of zijn ze toch wel wat gedateerd? En dat is, ja, dat is een beetje inherent, denk ik, aan een overheidsorganisatie. En daar hebben meerdere gemeenten natuurlijk last van. Dus je moet beseffen dat als je naar activiteiten kijkt, zeg ik dan altijd, hè, als je iets wil bereiken, dan kun je prestaties meten op basis van input. Hè. Dus je kunt zeggen, hey, we gooien er wat geld in, meer kunnen we niet meten. Maar we kunnen in ieder geval meten dat we uitgaven gedaan hebben. Soms kun je zeggen van, nou ja, in het proces zijn er een aantal activiteiten die je doet, hè, die je kunt meten. Soms kun je output, hè, wat eruit komt, meten en soms outcome. Nou, laat ik een voorbeeld geven. Ja, je kunt natuurlijk zeggen van, hey, ik zet er een aantal medewerkers bij die bijzondere bijstand of gewone bijstand verstrekken. Daar zet ik gewoon een hoeveelheid geld voor beschikbaar. Ja, wat daar precies uitkomt, weet ik niet. Hè. Dat is lastig. Hè. De economie kan slechter gaan en dan kan er toch meer uitkeringsgerechtigden ontstaan. Dat is niet een logisch verband altijd. Ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, hey, maar ik wil dat er zoveel gesprekken plaatsvinden, zoveel reïntegratietrajecten, et cetera. Dan ga je het al wat meer in het proces meten. Ja, de output is natuurlijk uiteindelijk dan de vraag van, ja, gaan die uitkeringen naar beneden? En ja, de outcome zou je zelfs kunnen zeggen, hey, misschien willen we daarmee ook wel meer bereiken dat mensen betrokken zijn in de maatschappij. Nou, dat zijn allemaal van dat soort verschillen zitten er in elk product of elke doelstelling. En het is goed, denk ik, om van tevoren te weten dat die verbanden niet altijd of soms helemaal niet aanwezig zijn of misschien wel vaak niet aanwezig zijn. En dat zal ook, denk ik, wel altijd een beetje zo blijven bij gemeenten. Want dat is al wat ik al ruim 20 jaar meemaak en waar veel discussie over is. Maar het is goed om dat kijken naar de begroting van een gemeente om dat te beseffen, vind ik. Nou, als je kijkt naar jullie begroting, dan gewoon als bijpak, zeg maar. Even afgezien van de inleiding en dat soort zaken, denk ik altijd, als ik gewoon eens een programma, nou, willekeurig, dan laat ik wel aan het begin beginnen. Hè. Dus, even kijken, als jullie het hebben over interactief, jullie hebben 9 programma's, hè, dus het begint bij interactief Omme. Elk programma heeft 2 of meer subprogramma's. Nou, deze heeft bestuur als onderdeel. Ik kan de inhoudsopgave erbij pakken. Dat komt hier natuurlijk bekend voor. Dienstverlening, communicatie en interactie. Hier zie je dat er 3 subprogramma's zijn. Voor u bekend natuurlijk. En per product wordt er echt op een goede manier, denk ik, iets gezegd over missie, alle programmaniveau. De context, de trends worden geschetst. De doelstellingen. En uiteindelijk welke activiteiten daarvoor worden gedaan. Dus het is heel meetbaar en heel duidelijk te volgen, denk ik, zelf. Wat je ook ziet, en dat zie je volgens mij niet zozeer bij 2.2.1, maar even kijken, ja, toch wel. Bij 2.1.2 zie je heel duidelijk dat daar nu, 2.1.3 is het. Bij communicatie en interactie met burgers, dat er beleidsindicatoren van DePla staan, op bladzijde 27 bijvoorbeeld. Dan wordt echt gezegd van, nou ja, weet je, hoeveel formatie heb je nou per 1000 inwoners op dit gebied? Uiteindelijk is dat bedoeld om te kijken van, ja, hey, hoeveel mensen heeft Omme daar zitten en hoeveel doen andere gemeenten dat? Dat zijn echt de indicatoren die nu middels dat wijzigingsbesluit zijn afgesproken. Nou, uiteindelijk, en daar ga ik iets minder uitgebreid op in. Ik kom straks nog wel even bij het weerstandsvermogen uit. Maar de paragrafen, naast al die programma's, hè, waar je keuzes in kan maken, heb je natuurlijk altijd de paragrafen. Die zijn ook uitgebreid in de begroting. Ja, dat is iets waar ik in de controle toch wel wat meer van zie vaak. Omdat dat dwarsdoorsneden zijn, zeg ik altijd, van de programmabegroting meer naar de bedrijfsvoering. Hè, naar onderdelen van de bedrijfsvoering. Dus hè, de tarieven, de heffingen, het weerstandsvermogen, de risicobeheersing. Nou, daar heeft u me vaker over gehoord. Maar ook wel kapitaalgoederen, investeringen, financiering, de bedrijfsvoering zelf en de verbonden partijen. En niet te vergeten grondbeleid. Dus dat zijn, je zou kunnen zeggen, even door die programmabegroting heen gekeken naar een aantal belangrijke financiële en bedrijfsvoeringsachtige componenten. En dan zei ik al, er zit nog een paragraaf reserves in voorzieningen bij jullie en diverse bijlagen waarvan ik zei dat die 180 met name nieuw is. En ik denk dat jullie eentje zoals overzicht van de 3D's, dat is meer, dat is niet wat elke gemeente heeft, maar dat zijn keuzes natuurlijk, hè, dat je op die manier geïnformeerd wil worden. Volgens mij qua inrichting van de begroting, als je dat vergelijkt met andere gemeenten, vergelijkbaar. Er zijn natuurlijk gemeenten die het inmiddels digitaal doen, die het veel uitgebreider doen ofzo, maar dat zijn allemaal een kwestie van keuzes en hangt ook een beetje van de gemeente af, denk ik.
Nou, zoals ik al zei, het is denk ik heel aardig om als je nu kijkt naar de begroting. En als jullie daarover volgende week over gaan spreken, is ja, heel goed nadenken over, hé, maar wat, ja, wat willen we bereiken? Hè? Wat gaan we daarvoor doen? Dat zijn die activiteiten of die nieuwe activiteiten. Hoe worden ze genoemd? Even hierbij pakken. De bijzondere prestatie staat er boven, / nieuwe activiteiten. Je echt probeert te kijken van, nou, weet je, is dat nou wat wij hadden willen bereiken? En dan kom je dus ook tegen die, bij die beleidsindicatoren van de commissie Depla. En als je kijkt naar de website, je gaat naar www.waarstaatjegemeente.nl. Dat is vrij makkelijk te doen. Ik weet niet, zijn er mensen die dat wel eens doen? Nou, best wat vaak gebruikt, oké. Nou, dan zie je dus dat je zeg maar, ja, kunt sturen en vergelijken. En ik heb dat ook voor een aantal gedaan. Wat ik wel belangrijk vind, ik heb ze ook wel gebruikt een paar keer in mijn accountantsverslag. Ja, je moet even selecteren van, ja, pak je vergelijkbare gemeenten. Je moet heel goed continu opletten van wanneer is de data. Hè? Soms is het 2014, soms 2015, terwijl je al bij de begroting 18 bezig bent. Dus ja, je kunt natuurlijk, je constateert eigenlijk de jaarrekening 16 is 15 juli ingeleverd. Ja, schijnbaar zijn nog niet al die gegevens verwerkt. En de begroting 17 staat er ook nog lang niet altijd op. Dus je moet in je vergelijking heel goed kijken naar bron en ouderdom. En bron staat er dan ook altijd wel bij. En zelfs als dat allemaal redelijk up-to-date zou zijn, dan zou je volgens mij nog heel goed moeten kijken van, ja, het wordt wel vergeleken, maar wordt er ook op dezelfde manier altijd geadministreerd binnen al die gemeenten. Dat is denk ik ook wel een ja, bekende valkuil, vind ik altijd, bij benchmarks en bij vergelijkingen. Maar goed, begin is er, denk ik. Zo moet je het ook zeker zien. Als ik kijk naar de website, dan naar het dashboard gaat, en ik heb hier gemeente Ommen geselecteerd en vergeleken met gemeenten onder de 25.000 inwoners, dan zie je daar twee belangrijke onderdelen, vind ik. Vanuit mijn perspectief dan weer een beetje. Dus dat is de gemeentelijke financiën. Daar staan met name de financiële kengetallen en de beleidsindicatoren. En dat zijn vooral die nieuwe beleidsindicatoren. Nou, ik heb eens, laat ik eens beginnen met die, als je toch naar de begroting als sturingsinstrument kijkt. Hè, als je zegt van, hey, maar waar sturen we op? Wat voor doelstellingen willen we nou bereiken? Ik heb er dus gewoon eens twee uitgeprikt. Door te klikken op het dashboard besluit, begroting en verantwoording. En dan eens naar die kengetallen te gaan. Ik heb hier twee eruit gepakt. Hè. Daar staat voor bijvoorbeeld de kengetal 2012, hè, was de brondatum. Percentage niet-sporters in Ommen, dat is 0. Maar dat lijkt me, dat is een beetje onwerkelijk. Dus er staat ook niet 0, er staat eigenlijk een streepje. Dus ik denk, dat zullen ze hier ook wel zijn. Maar, terwijl volgens de, nou ja, laat ik zo zeggen, het gemiddelde, volgens de gezondheidsenquête van het CBS, RIVM uit 2012, het 48,5% moest zijn, dus de helft is sporter en de helft niet sporter. Als je daarop doorklikt, en dat wil ik straks ook even voor die anderen doen, voor het aantal bijstandsuitkeringen, dan kun je daar ook denk ik heel goed de vergelijking leggen ja, met landelijk, met alle beperkingen die ik net zei, en hoe het ook in jullie begroting staat. Ja, die percentage niet sporters, hè, is niet gegeven. Als je dan erop doorklikt, hè, op deze, toevallig op dit kengetal, dan kom je op een plaatje. En dat is een gezondheidsenquête, waarschijnlijk uit 2012. Daar zie je, en ook op dit plaatje zie je de gemeente Ommen daar mooi liggen. Ja, en wat je daar dus ziet, dat is, die valt in de grijze categorie niet van toepassing. Dus waarschijnlijk is het gewoon niet gemeten. Ja, waarom die andere gemeenten allemaal wel zijn gemeten, ik zou het niet weten. Ik ben geen specialist op het gebied van sport en ook niet op dit soort gezondheidsachtige dingen. Maar het is denk ik goed om te weten van, hey, ja, er ligt een onderzoek achter en er is een poging gedaan om kengetallen te ontwikkelen. Als je kijkt naar jullie begroting, hè, dat heb ik er gewoon ook eens bijgepakt en gedacht van, nou, wil ik eens zoeken van hoe staat dat nou bij jullie in de begroting? Kom ik deze ook weer tegen? Dan zie je op bladzijde 100 van jullie begroting, zie je dit kengetal ook gewoon staan. Hè? Dus ik weet niet of jullie hem er zo bij hebben. Dus daar rechtsonder zie je beleidsindicator commissie Depla, sport, cultuur en recreatie. En daar is ook de indicator niet-sporters. Nou, en dat is allemaal niet ingevuld.
En daar staat er ook bij, geen gegevens bekend. Nou, dat blijkt ook wel als je zo via waar staat je gemeente daarin doorklikt. Nou, dat is natuurlijk, ja, u denkt dan van ja, hier kan ik dus helemaal niks mee. Ja, misschien wel niet. maar laat ik zo zeggen, u kunt er natuurlijk zelf ook beleid voor maken. Zelf keuzes in maken, wil ik dit meten of niet, et cetera. Maar in elk geval, laten we zo zeggen, op deze manier kun je niet alleen naar je eigen begroting kijken en proberen kengetallen te verzinnen, maar ook te kijken van ja, wat doet de rest van Nederland dat en wat valt me daarin op. Nou, ander voorbeeld. Wat ik wel een aardig vind, daar is natuurlijk vaak veel meer over bekend, dat zijn de bijstandsuitkeringen. En ook die zag je net terugkomen als zijnde van, nou, wat is het aantal bijstandsuitkeringen per 1000 inwoners? Nou, je ziet direct, de gemeente Ommen zit op 20,8. Als je dat vergelijkt met andere gemeenten, is dat 21,9. Nou ja, u mag daar een oordeel over hebben. Ik weet niet of het nou veel of niet veel is, maar het lijkt mij wel in de buurt te zitten. Maar dat is... Hè? Als je daarop doorklikt, dan zie je rechts dat ook nog in twee staafdiagrammetjes, maar die zijn eigenlijk bijna hetzelfde. Zij het dan dat hier 15 nog na staat. En dan zie je in 2015 was dat 19,8 en 21,3 qua vergelijking. Dus je ziet daar ook de ontwikkeling al ontstaan. Ook hier heb ik gewoon eens gezocht van, hey, wat staat er nou in de begroting? Nou, kom je ook weer natuurlijk bij... Ik denk bij, is het bij leefbaar of wat zijn 89 is het. Daar staan heel veel indicatoren, dat zie je ook. Zowel op het gebied van sociaal domein als gewoon op het gebied van uitkeringen. Wat zijn 89 zijn ze terug te vinden. En nou ja, daar staan het net even anders, maar dat komt omdat daar per 10.000 inwoners is gedaan. Nou, dat is een kwestie van de komma even anders zetten. Maar als accountant wilde ik toch even aansluiten, maar het blijkt dat het nog behoorlijk klopt ook. Dus dat is mooi. En je ziet hier dat in, zeg maar, in 2015 en 16, hè, want die staan in die tabel, zijn het 198 en 208 per 10.000 inwoners. Dus dat zijn precies dezelfde getallen. Dus dit is op die manier zou je kunnen zeggen vanuit de gemeente doorgegeven waarschijnlijk. Even een andere noemer gebruikt, zeg maar. En is het te vergelijken. Dus je kunt direct zien van, hey, vergelijk me met andere gemeenten, doen we het schijnbaar net iets beter. En dat kan allerlei redenen hebben die ik niet 1, 2, 3 weet. Kan een sociale structuur liggen, kan een wat dan ook maar liggen, aan jullie beleid liggen, et cetera. Maar dat is denk ik een goede basis om ook te besluiten welk beleid je dan wil gaan kiezen. Bijvoorbeeld ook wel interessant om naar het aantal banen per 1000 inwoners te kijken, want dat is in Ommen significant hoger. Ja, ik heb alle cijfers niet, maar dat... even kijken. Gezicht ziet. Ja, nee, laat ik zo zeggen. Die bedoelt u. En dan even onder de bovenste cirkel aan de linkerkant. Ja, ik ben niet bewust gaan zoeken naar welke kengetallen en wel en niet, zeg maar. Maar ik dacht van, ik wil gewoon eens met u er doorheen lopen om te zeggen, hey, wat, hoe kunnen we daar nou keuzes in maken? Wat kunnen we vergelijken? Kunnen we daar iets mee? Met, nogmaals, hè, wel bewust de beperkingen die erin zitten. Maar het is inderdaad een ja, ik vind het wel een bijzondere ontwikkeling in binnen de BBV of binnen gemeenten, dat daar toch meer vergelijkingsmateriaal komt. En waarbij ik altijd blijf zeggen, want ik doe veel gemeenten, zeg maar. Ik controleer al 15, 20 jaar lang soms 20 gemeenten, zeg maar, per jaar. Ja, er zijn natuurlijk heel grote verschillen in gemeenten. Laten we daar eerlijk in zijn. De sociale structuur verschilt, de voorzieningsniveau verschilt, de heffingen verschillen, noemt u maar op. Het geluk wat je hebt gehad met grondexploitaties of niet, of misschien het actieve of passieve grondbeleid wat je op het juiste moment wel of niet gevoerd hebt, noemt u maar op. Daar zijn hele grote verschillen. Maar het is wel goed om die te kennen en daar een gevoel bij te ontwikkelen. Goed. Voldoende. Mijn advies zou zijn, maar ik hoor dat een heel aantal van u dat al wel eens doet, om dat ook gewoon te behandelen gebruiken bij de begrotingsbehandeling. Hoe kijken wij als accountant dan naar de begroting? Ja, dat is een beetje anders, zou je zeggen. Ja, uiteindelijk moeten wij als accountant de jaarrekening controleren. Dus wij zeggen, hey, maar die jaarrekening komt tot stand door een aantal interne activiteiten en processen. En ja, dan kunnen we naar al die programma's kijken. Maar achter al die programma's liggen bepaalde kostensoorten en opbrengstensoorten. En wij kiezen dus eigenlijk voor die aanpak. Ja, als je kijkt naar deze lasten. We hebben een taartdiagrammetje gemaakt gewoon op basis van jullie exploitatie.
Volgens mij is het de begroting 17 overigens, hoor, maar het beeld is niet zo heel anders, denk ik, als begroting 18. Je ziet hier, als je ze zo van boven naar beneden afgaat, hè, de verstrekte subsidies 12%, het loon en salarissen 23%. Nou, noemt u maar op, sociaal domein 18%. Dus dat zijn de uitgaven die op die terreinen plaatsvinden ongeveer. Waarom kijken wij er nou zo naar? Ja, uiteindelijk, de hele salarisadministratie, die overigens hier wel deels bij BOH plaatsvindt, ja, die controleren wij als proces. Dus wij kijken naar het salarisproces, of wij kijken naar dat stukje blauw, hè, van aankopen niet duurzame goederen van 12%. Dat zijn al je hele inkoopproces, hè, wat via budgethouders loopt en wat facturen voor binnenkomen en wat via de crediteurenadministratie en betalingsverkeer keurig er weer uitgaat. Dus dat is de manier waarop wij dat controleren. En in dat hele proces zitten ook altijd dingen als wordt het op de juiste programma's en producten verantwoord. Maar wij bekijken dat meer zo procesmatig. En het is denk ik ook wel handig om, ja, als je door die 9 programma's heen kijkt. Ik laat zo het plaatje wel even zien wat de omvang per programma is. Om te weten dat een kwart zit hem in de lonen en salarissen. Ja, een groot deel van de uitgaven zit in het sociaal domein. Waarbij volgens mij hier nog een stukje... mis daar nog een stukje in. De uitkering participatiewet moet je er ook meenemen. Dus je zit rond de 20-25% zit je in die hoek, denk ik. Daar zitten er, kijkt u zelf, hè, wat overige inkomsten overdrachten van 10%. En dat zijn vaak subsidies. Dus in dit geval zal het waarschijnlijk ook nog een bijdrage aan de BOH zijn. Ik weet niet exact, ik heb ze niet helemaal gefileerd. Maar op die manier doen we dat wel bij de controle. Dat zijn de lastenkant en hetzelfde kun je ook doen voor de baten. En wat dan natuurlijk opvalt is dat het gros van jullie inkomsten komt uit de algemene uitkering plus een stukje specifieke uitkeringen. Nou, volgens mij is dat zo'n 1,25 miljoen van jullie begroting van zo'n 47 miljoen. In die algemene uitkering zit trouwens ook de integratieuitkering van het sociaal domein al. Hè? Dus al met al is dat zo'n 25 miljoen. En daarnaast krijg je nog specifieke uitkeringen voor bijvoorbeeld de participatiewet. De onroerende zaakbelasting is zo'n 8% en een stukje rioolheffing. Volgens de begroting 17 kwam er ook nog een aardig bedrag aan grondverkopen binnen. En volgens mij blijkt dat uit de BRAP ook al goed te lopen. Dus je ziet een beetje van hoe worden de activiteiten uiteindelijk, hè, even afgezien van programma's, doelstellingen, wat wil je bereiken, maar hoe wordt dat uiteindelijk gefinancierd naar kostensoorten. Nou, volgens mij staat het ook keurig in jullie begroting. Is een mooi overzicht opgenomen, denk ik, van de indeling naar programma's. Ik heb het hier even weergegeven, gewoon gekopieerd uit jullie begroting op bladzijde 18 en 19. Daar zie je dus wat de omvang is van de programma's en wat mogelijk dan ook het belang daarvan is. Hè. En je ziet bijvoorbeeld zorgzaam om in combinatie met, denk ik... Even kijken, leefbaar omme, dat is volgens mij, dan zit je al heel snel, of nee, jeugdig en zorgzaam omme moet ik zeggen. Dan zit je eigenlijk al in het sociaal domein, hè? Jeugd, WMO en participatiewet. Als je beseft dat een deel daarvan 2 jaar geleden nog niet eens in jullie begroting zat, dan geeft dat wel aan hoe omvangrijk proces dat tegenwoordig is. Ik heb ze hier rechts ook neergezet, 6 miljoen jeugdig omme en 14 miljoen zorgzaam omme. En bijna 45% van de begroting. Ja, wellicht helpt dat jullie in ook nadenken over waar besteden wij nou aandacht aan in onze kaderstellende en controlerende rol. Is dit in het kader van uw controleverklaring ook niet een extra toenemend risico? Omdat met name een aantal verantwoording van deze geldstromen vaak laat op gang komt? Ja, volgens mij heb ik dat bij de jaarrekening denk ik ook wel even aangegeven. Je bent hier natuurlijk met name vanwege jeugd ben je hier erg afhankelijk geworden. En dat is een risico. En daar heb ik nog niet over. Want ja, ik weet niet of dat het allergrootste risico is. Maar dat je natuurlijk ook best wel zorginstellingen hoort die frauderen. Of die omvallen. Of dat soort dingen gebeuren ook. Ja, het is niet voor niks dat in 2015 de helft van de gemeente geen goedkeurende verklaring had. Hè. En 2016 is nog niet helemaal bekend. Maar lijkt dat een stuk beter geworden. Mag ik de vraag nog iets lastiger maken? Ja. Heel veel gemeentes zijn een overgang aan het maken naar transactiegerichte financiering in deze geldstromen. Dat leidt tot een nieuwe positie bij zorginstellingen van onderhanden werk die er eerst niet was, althans in de langdurige zorg. We weten allemaal hoe de accountantsverklaringen rondom onderhanden werk, met name in de GGZ en de ziekenhuizen. De jaarrekening van 2015 zijn volgens mij nog steeds niet afgewikkeld in de ziekenhuizen. Wat betekent dit voor onze controle het komend jaar?
Nou, kijk, laat ik zo zeggen, ik controleer geen zorginstelling en ik heb het gevoel dat u daar iets meer van weet dan ik. Dus dat, ik begin me op een gegeven moment gladheid. Nee, wacht even. Het gaat niet om die zorginstelling, maar dat vind ik ook zorgelijk. Maar het gaat om het feit dat die zorginstellingen geen verklaring kunnen leveren, waardoor u ook geen grondslag heeft om bepaalde oordelen te kunnen luisteren. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Kijk, laat ik zo zeggen, ik heb het hier ook wel eens verteld volgens mij. Hè, je controleert de zorg bij gemeenten door gewoon... Of laat ik zo zeggen, ik begin dan even weer te zeggen hoe ik vroeger altijd zeg maar controleleer geleerd heb op de universiteit was dat. We zeiden al, als je wil zeker weten dat een inkoop, hè, en zorg is gewoon, wordt gewoon ingekocht, dus je wil zeker weten dat die getrouw en rechtmatig is, dus het juiste bedrag wordt betaald en volgens de regels is. Nou, dan moet je eigenlijk een soort bestelbon hebben, hè. Dat zeiden ze altijd bij gewoon als je een productiebedrijf hebt, je moet een bestelbon hebben. De inkoper die tekende het bestelbon, dan had degene in het magazijn, die kreeg het goederen binnen, die tekende ontvangstbon. En dan was er iemand op de administratie die tekende de factuur, hè, samen met de budgethouder. En als je die drie tegen elkaar aanlegde, wist je zeker dat het goed geleverd was, besteld was. En dat kon je de factuur controleren en kon je hem ook keurig betalen, zeg maar. Dat kan nog steeds, hè, maar dan in de zorg is het de beschikking, hè, van de gemeente. Je krijgt de factuur en de kosten van de zorginstelling, die komt niet alleen aan het eind van het jaar. Hè, die komt ook gedurende het jaar per traject of per transactie of whatever. Hè. Dat is een kwestie hoe je het contractueel afspreekt. En de vraag is van hoe stel je nou vast dat die leveringen ook heeft plaatsgevonden? En dat is natuurlijk waar wij het afgelopen jaar veel discussie over gehad hebben. Dat kan je doen door die controleverklaring wat u zegt. Hè? En dan is de vraag van ja, kan dat en kost het niet heel veel tijd en gaat het niet later worden? Maar je kunt het ook op een andere manier doen. En dat heb ik afgelopen jaar denk ik ook wel meerdere keren geadviseerd wel bij gemeenten. Van ja, je kunt ook gewoon een steekproef doen op je populatie en of zelf in je beschikkingstraject of op een andere manier vaststellen van ja, hebben jullie nou ook zorg gehad, zeg maar, de zorg die afgesproken was. Er zijn inmiddels partijen in de markt die dat zelfstandig vaststellen, die er langs gaan, net als dat in de zorg gebeurt. Je kunt enquêtes doen, je kunt dat via gespreksverslagen vastleggen, schriftelijke bevestigingen vragen. Er zijn andere mogelijkheden als dat alleen te doen via de controleverklaring. Maar goed, dat herken ik ook heel erg goed. Maar waar het bij onderhanden werk om gaat, is dat, zal maar zeggen, de levering nog niet voleind is op het moment dat je wel je jaarovergang hebt. Met andere woorden, je kunt vragen stellen over wat er dan daadwerkelijk geleverd is. Ja, dat klopt, maar je zou het kunnen vaststellen. Als je zegt, ik heb het deels bevoorschoten, hoeveel procent is dan geleverd? Dus dat is natuurlijk, het is te doen. Dus het is niet, wordt het ingewikkelder? Nou, misschien deels, maar het moet te doen zijn. En zeker binnen de toleranties, denk ik. Hè? Want kijk, als je kijkt, het is 45%, hè, maar wij controleren met 1% van de lasten. Je percentage gaat hier al omhoog en als je... een steekproef erop loslaat, dan zul je zien dat niet de idiote aantallen zijn. Maar dat is, laten we zo zeggen, hebben we het afgelopen jaar ook continu overlegd met de BOH van hoe controleer je dit, hoe leg je dat vast, welke onzekerheden zitten erin, ook vanuit de PGB's. Ja, dat is een... Goed. Ik denk dat het belangrijkste is, waarom ik toch op deze manier ook naar de begroting kijk, is denk ik om aan te geven, ja, waar zitten nou de belangrijkste geldstromen in? En welke belangrijkste programma's zijn. Nou, dan kunt u er nog veel meer vragen over stellen. Wat ik ook wel aardig vind is als je naar de waar staat je gemeente.nl kijkt, dan zie je ook wel wat zijn nou de totale lasten per inwoner en de baten per inwoner. Ik vraag me dan altijd af waarom hier dan opeens per inwoner staat. Maar goed, ik krijg het ook niet anders. Hè. Dus je kunt hem niet eens op de begroting aansluiten. Maar wat mij wel opviel is dat eigenlijk, als je naar dat rechte plaatje kijkt, hè, je ziet Omme heeft in 2016, hè, dus dit is jaarrekening 2016 volgens mij, €2700 aan lasten per inwoner, terwijl de gemeenten die vergelijkbaar zijn toch een stukje lager zitten, zeg maar. En tegelijkertijd krijgt Omme natuurlijk ook meer geld binnen als de andere vergelijkbare gemeenten. Ja, als je dat rechts ziet, dan kun je er heel veel vragen over stellen, snap ik. En tegelijkertijd zie je niet heel veel afwijkingen, vond ik zelf. Hè. Als je kijkt naar, jullie geven volgens mij iets meer uit hè, per inwoner. Dit is 1078 aan sociale maatschappelijke dienstverlening, terwijl dat bij andere gemeenten iets lager is. Ja, dat kan aan jullie beleid liggen, dat weet ik niet. Maar dat is interessant om eens door te vragen. En voor de rest, onderwijs, cultuur lijkt het ook wat meer... En een aantal terreinen is het ook echt wel wat minder, zou je kunnen zeggen.
En dat zit er met name dan in, denk ik, de meest donkere, de economische zaken. Je ziet daar verschillen. Je kunt daar tot en met de kengetallen en de getallen daarachter door klikken. Ik vond, moet ik eerlijk zeggen, als je een beetje van afstand kijkt, maar ik weet niet of je dat moet doen, maar dan lijken die twee taartdiagrammetjes wel erg op elkaar, moet ik eerlijk zeggen. En hetzelfde geldt eigenlijk ook wel voor de baten. De baten is natuurlijk de algemene uitkering. Het gemeentefonds, schijnbaar krijgen jullie ook iets meer. En dat zal ongetwijfeld ook in dit soort onderdelen zitten. Als bijvoorbeeld de integratieuitkering of iets dergelijks. Maar ook de baten zijn redelijk vergelijkbaar. Dus in die zin, je moet natuurlijk uitkijken dat het over euro's per inwoner gaat. Hè, maar toch, de beelden zijn vergelijkbaar. Dus ik zou hier, als je zo op het eerste gezicht zou zeggen van, nou, gemeente Ommen is eigenlijk wel redelijk vergelijkbare gemeenten met andere van zijn soort grootte. Nou, dat eerst even over de begroting als sturingsinstrument en ja, hoe kun je keuzes maken in beleid, de drie W's, hoe kun je gebruik maken van die kengetallen. Ja, wat ik ook altijd en vorige keer ook volgens mij heb aangegeven, is het voorspellend vermogen van die begroting. Ja, ik heb als accountant ooit eens gemerkt grote afwijkingen van de begroting. Dan moet je toch altijd afvragen, als je als RATA ja gezegd hebt en je krijgt hele grote afwijkingen, heb je dan tegen de goede dingen ja gezegd? Dus is het altijd handig om vanuit de jaarrekening de eerste, tweede beerappers terug te kijken naar wat je afgesproken had. En ik denk dat, staat ook altijd in mijn accountantsverslag, hè, dat een afwijking van 2-3% van de begroting, ja, dat zou acceptabel zijn, ja. Uiteindelijk bepaal je dat zelf, hè, zou je kunnen zeggen als raad, wat vind je wel of niet acceptabel, maar je kunt natuurlijk vanuit gaan dat een begroting nooit helemaal uitkomt. Nou, in de jaarrekening, ook in de beerap, worden de verschillen natuurlijk uitgebreid toegelicht, hè. Dus je kunt natuurlijk heel goed terughalen van wat zijn daar de oorzaken van afwijkingen. En daar zit natuurlijk best verschil in, hè. Stel je voor dat zijn externe, niet beïnvloedbare factoren, nou, daar kun je niet zoveel aan doen als gemeente. Dat had je niet beter kunnen begroten, dat kon je niet eerder weten wellicht. Als ik nu naar de tweede beerap kijk, dan zie je, volgens mij is dat op Leefbaar Ommen, daar zie je heel veel voordelen op de grondexploitatie. Er wordt gewoon veel meer verkocht, lagere voorzieningen, hogere bouwleges. Er worden nog wat eigendommen verkocht. Ja, dat kon je niet allemaal weten op het moment dat je de begroting opstelde. De begroting 2017, wat natuurlijk ongeveer rond deze tijd een jaar geleden was. Maar goed, dus dat kan ook soms zijn dat je zegt, hey, verdraaid, hebben we wel goed begroot. Ja, en als dat niet zo is, ja, dan zou je denk ik toch met het college in gesprek moeten. Of soms is het ook, en dat is wel een beetje inherent aan een overheid, soms is het wel wat te behoedzaam begroot. Soms zeggen bestuurders of budgethouders of afdelingshoofden, die zeggen, nou, laat ik maar voorzichtig begroten, beter dan een tegenval als een meevallen. Nou, dat kan, hè, dat snap ik. Ik zit zelf ook in een toezichthoudende functie. Ik snap dat je liever een plusje hebt. Aan de andere kant, je wil ook wel dat het beleid gerealiseerd wordt. En wat je natuurlijk ook oorzaak hebt, is dat soms dat je open eindregelingen hebt. Hè. Het sociaal domein zit natuurlijk best nog wel veel open einddelen in, waarvan je eigenlijk zegt, ja, dat kunnen we ook niet helemaal regelen. En dat inschatten, dat kost een paar jaar voordat we daar meer gevoel bij krijgen. Nou, die oorzaken die moet je goed snappen en moet je begrijpen om daar ook het goede gesprek denk ik over te hebben in de raad en tussen raad en college. Maar goed begrotingsbeheer is dus wat mij betreft ook wel cruciaal daarvoor. En vandaar dat ik altijd zeg van ja, eigenlijk ja, zou je de totstandkoming van de begroting, dat zou ook een soort proces moeten zijn met ja, ook diverse controles over hoe dat tot stand komt, of de berekeningen goed zijn en de schattingen goed zijn. En ik heb denk ik 2 jaar geleden ook wel gezegd van, het liefst zou ik ook wel de begroting controleren, maar ik denk niet dat ik daar de opdracht van krijg. Het zou wel leuk zijn. Ik denk dat ik er nog wat uit ga halen trouwens. Goed. Sorry? Ik weet niet of het opbrengt of dat het meer betere informatie geeft. Ja, dat is een beetje een andere vraag, hè? Ja, nee, daarom. Dus in die zin zit ik er ook niet op te wachten. Nee. Ja, het is wel een uitdaging, maar goed. Ik heb even het onderdeeltje, de pagina van de jaarrekening, waarin het accountsverslag, waarin we er ook over wat geschreven hebben, ga ik niet herhalen. Maar wat we toen ook opgeschreven hebben is van, als je kijkt naar begroting voor wijziging, begroting na wijziging, zoals die hier staan.
Ja, dan zie je dus best wel grote verschillen. Ja, dat werd begonnen met een negatief resultaat. En toen na wijziging kwam er zelfs 6 miljoen uit. En de realisatie kwam op 7,2 miljoen. Nou, dat is allemaal uitgelegd. Dus, het is duidelijk, had natuurlijk alles te maken door die vrijval, bestemmingsreserve, dekking kapitaalslast. Had alles te maken met Rotbrink. Dus gedurende het jaar bent u daar uitstekend en keurig over geïnformeerd. Via begrotingswijziging is dat verwerkt. En uiteindelijk hou je dan nog 1,2 miljoen verschillen over. En dat is ook nog 4%. Maar goed... dat was de jaarrekening, daar hebben we het destijds denk ik wel over gehad. Als je nu naar de tweede BEERAP kijkt, hè, dan uiteindelijk is het toch... ja, de tweede BEERAP is weliswaar ja, de spiegel, de eerste bespiegeling vanuit de begroting 17. Maar het is belangrijk om zeg maar, ook die BEERAPs in de gaten te houden van ja, wat komt daar nu uit. En dat is volgens mij op, in de BEERAP ook keurig weergegeven in een overzicht... Ja, het staat op bladzijde 5 van de BEERAP. Daar staan duidelijk de structurele en incidentele verschillen weergegeven. Ik denk dat dat al wat duidelijker weergegeven is als bijvoorbeeld 2 jaar geleden. Hè. Dus het staat nu heel duidelijk wat is structureel incidenteel. Uiteindelijk staat daar nu 2,1 miljoen. En ik ja, kijk dan maar even eenvoudig. Ik denk van nou, hoeveel is dat nou als ik het even gewoon deel op de totale begrotingsomvang hè, van 47 miljoen. Ja, dan zou je zeggen op het eerste gezicht zit je er 4,5% naast. Nou. Dan ga ik altijd denken van, hey, hoe kan dat? Hè? Zijn daar redenen voor? Nou, als ik ernaar kijk hè, en ik pak gewoon leefbaar ommen, dan wordt dat vrij gedetailleerd weergegeven. Hè, verkoopgrond, ik zei het net al. Ja, meevallers in de Rotbrink wat beter gaat. Hogere bouwleges, die bepalen dus al een groot deel dat incidentele resultaat. En dat zou je dus kunnen zeggen, ja, dat is wel... door externe oorzaken gedaan. Nou, dat kan je zeggen, als ik daar maar tijdens de tweede BEERAP tijdig over geïnformeerd werd, is dat prachtig. Is dat mooi, word ik geïnformeerd, niks aan de hand. Ja, een andere die ik er eens uitgepakt heb, is instroom asielzoekers. Ik weet niet meer waar die exact zat. Ik dacht bij... even kijken of ik hem hier nog neergezet had. Ik zal er even bij zoeken. Er niet bijgeschreven. Oh ja, dat staat op bladzijde 14 bij Zorgzaam Ommen. In bladzijde 14 van de BEERAP. En dan zie je dat de gemeente dus een rijksbijdrage ontvangt voor die instroom van de asielzoekers. U weet er ongetwijfeld veel meer van dan ik. Maar ja, je ziet dus dat een voorstel in de maak is voor het inzet van die middelen. Nou, dat is altijd de vraag van ja, had je als organisatie of college al eerder kunnen acteren of zijn die baten laat binnengekomen? Nou, hè, in elk geval, het goede nieuws is, u wordt geïnformeerd nu over dat dat niet meer lukt in 17 en voorgesteld wordt om dat door te schuiven ook. Dus het zit ook in de budgetoverheveling. Maar hier zou je kunnen zeggen van, nou, misschien al dan niet door externe invloeden van dingen die geregeld moeten worden met externe partijen. Maar hadden we de acties eerder in gang kunnen zetten of hadden we al in 16, wisten we al dat dit geld nog niet uitgegeven kon worden in 17? Nou, die vraag moet je denk ik stellen en is handig om te weten als je kijkt naar de resultaten. Ja, in de tweede BEERAP wordt nu natuurlijk ook een stuk doorgeschoven. Hè, dus er wordt eigenlijk gezegd van na instemming van de Raad, en u gaat daarover uiteindelijk, wordt er €491.000 doorgeschoven. Dat is ongeveer 1% van de begroting. Nou, ik zei net al, hè, daar zitten duidelijke uitleggen in wat wel en niet gelukt is en waarom niet. Daar kunt u controlerende kaderstellende rol over uitvoeren. Ja, wat u moet beseffen is dat dit bedrag zit straks niet in het rekeningresultaat 2017. Want uiteindelijk gaat dit via de mutaties in de reserves. Hè, wordt dat, u besluit middels het vaststellen van de tweede BEERAP dat dit bedrag wordt doorgeschoven. Daarmee is het een mutatie in de reserve en ja, wordt het gezien als een begroting naar wijziging. En het verschil in de jaarrekening ja, is eigenlijk het verschil tussen de jaarrekening en de begroting naar wijziging. En daarmee is natuurlijk de tweede BEERAP voor u een afwegingsmoment om te zeggen, hey, willen we dit geld doorschuiven of willen we het anders besteden? En dat is denk ik ook belangrijk in die planning- en controlecyclus om dat goed te beseffen. Ja, dan kom ik echt op de... Als er geen vragen zijn verder over de BEERAP. Op de financiële kengetallen. En met het risico dat het altijd vrij technisch is. Maar goed, u moet maar ingrijpen als u zegt van... Nou, ik snap er helemaal niks meer van. Ja, schuldquote, netto schuldquote, solvabiliteit, kengetal, grondexploitatie. Ja, wat is dat ook allemaal weer? Nou, hier staat het weergegeven, u kunt het nalezen...
Het gaat eigenlijk over, het wordt eigenlijk gezegd van ja, we willen, en dat is sinds 16 ingevoerd, we willen weten hoeveel de schulden de gemeente heeft in relatie tot de baten. En zou je zeggen, ja, maar waarom wordt dat nu niet in relatie tot het balanstotaal gezegd? Nou, eigenlijk is het een beetje bedacht van, als we die schulden nou ten opzichte van de baten zetten, dan weten we een beetje of we de rente lastig zouden kunnen dragen in de exploitatie. Dus als je dat als percentage uitzet. Komt ook wat van de rijksfinanciering, maar dat zal ik u niet mee vermoeien. Solvabiliteit is eigenlijk wel gewoon een simpel balanskengetal, zou je kunnen zeggen. Dat is gewoon het eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal. Kengetal grondexploitatie, ja, ik gebruik hem ook meestal als zijnde de boekwaarde van de gronden in relatie tot het balanstotaal. Dat is net anders als die hier, want ook hier is die weer de verhouding tussen de NIEG en de in de exploitatie genomen gronden ook weer als percentage van de baten. En het laatste kengetal doe ik eigenlijk nooit wat mee. Dat is de structurele exploitatieruimte. Dat gaat een beetje over de structurele baten en lasten of die in evenwicht zijn. Ja, dat is denk ik meer iets voor de provincie ook om mee aan de slag te gaan. En ik vind eigenlijk, die zouden altijd in evenwicht moeten zijn. Wat ik heb gedacht toen ik dacht, die kengetallen wilde gaan, dacht van ja, dat zou ik willen uitleggen. En denk van, weet je, ik zet gewoon even het balansje van de gemeente om me op een hele eenvoudige manier op één sheet. Behoorlijk afgerond, zeg maar. Maar als je naar de balans kijkt, hè, dan zeg je eigenlijk van, ja, aan de linkerkant, hè, dat heet dan boekhouden en zo. Dat is de debetzijde, dat is wat je bezit is. Dus jullie bezitten heel veel immateriële vaste activa. Van, nou ja, 2 miljoen immateriële vaste activa. Heel veel materiële vaste activa. Dat zijn al jullie wegen, gebouwen en noem alles maar op. Hè, staat allemaal keurig in de balans. Wat financiële vaste activa, dat zijn wat deelnemingen vaak in verbonden partijen. Die hebben 17 miljoen aan voorraden en natuurlijk nog wat vorderingen en schulden. Dus dat is je bezit. En hoe financier je dat? Ja, dat doe je deels door wat eigen vermogen te hebben, 6 miljoen. Door wat voorzieningen op lange termijn die je nog moet betalen, 6 miljoen. En schulden, 48 miljoen. Nou, als je zo naar die balans kijkt, dan zeg ik altijd van, ja, als je probeert een beetje gevoel te krijgen bij de kengetallen, dan zie je al vrij snel, hè, dat het eigen vermogen, zoals dat hier staat, van 6 miljoen. Als je dat deelt door je totale passiva van 67 miljoen, dan zit je op zo'n, ja, 10%, 9, 10%. Nou, dat zul je ook zo straks zien, dat komt er keurig uit. Die is vrij eenvoudig. Maar het is ook belangrijk, denk ik, om hier wat verbanden te zien. Want de vraag is altijd, die ik hier stel, is van ja, hoe financier je nou je activa? Hè? En op welke wijze financier je die? Doe je dat met vermogen of doe je dat met schuld? Je ziet dus dat de verhouding tussen je activa en je vermogen, dat is nou niet één op één. Dus het is nou niet zo dat je al je vermogen met of al je investeringen zelf kunt financieren, verder van dat. Dus je hebt heel veel schuld nodig daarvoor. Nou, is dat heel erg? Nou, dat ligt er een beetje aan. Hè? Dat is eigenlijk het tweede punt. Ik zeg wel eens, materiële vaste activa, dat zijn je investeringen in je gemeente. Je kiest ervoor om scholen, wegen, sportvelden, noem alles maar op, je weet het allemaal beter. Dat soort voorzieningen in de gemeente te creëren. En daar heb je jaren profijt van, wellicht, hè? Misschien wel 20, 30, 40 jaar schrijf je dat af. Is het dan zo erg om daar een schuld voor aan te trekken, waar je ook vervolgens 20, 30 jaar de rente van en de aflossing van kunt betalen? Ja, als dat een beetje een verhouding is, is dat niet zo heel erg. Wat natuurlijk wel zo is, is ja, je financiert ook met schulden, ja, een wat risicovolle post zoals de voorraden bijvoorbeeld. Hè? Dus een groot deel van jullie schulden, daar financier je wel voorraden mee. En voorraden zijn natuurlijk wat risicovoller, dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Dus liefst zou je daar niet te veel van hebben of dat met eigen vermogen minimaal kunnen afdekken. Op die manier zou je naar zo'n balans kunnen kijken. En wat denk ik ook altijd belangrijk is, dat je kortlopende vorderingen en schulden, en dus er zijn aan de vorderingenkant 11 miljoen en schulden, zo'n 7 miljoen, dat die wat in evenwicht zijn. Hè? Zodat je zorgt dat je op korte termijn niet in de problemen, in de financieringsproblemen komt. Nou, dit is een beetje de basis manier van een balans lezen. En dat zie je ook uiteindelijk wel weer terugkomen in de kengetallen. Nou, ze staan op bladzijde 124 van jullie begroting. Dat is het onderdeel van de paragraaf risico management weerstandsvermogen. Ik kijk meestal naar de netto schuldquote. Je ziet dat die vrij stabiel rond de 74-75% is. En naar de richting 2020 langzaam maar zeker wat af gaat nemen. De solvabiliteitsratio die neemt wat toe. Hè. Dus je zou kunnen zeggen op termijn, kijken naar 16. Neemt het vermogen wat toe en dat gaat zelfs naar 14%. Dat is denk ik een goede ontwikkeling.
Ja, je grondexploitatie, ja, dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf hoe hard het gaat met de verkopen van de gronden. Maar in deze getallen zoals die meerjarig geprognosticeerd zijn, ja, lijken die toch wel af te nemen. En dat is denk ik ook een goede trend. Dus wat mij hier opvalt is, ja, de kengetallen verbeteren langzaam. Nou ja, zou je zeggen voorzichtig. En zeker toen ik de presentatie van 2 jaar geleden erbij pakte, dacht ik wel van nou, solvabiliteit heeft wel even een tikje gehad toen destijds met de Rotbrink. Maar schuldquote die is denk ik duidelijk wel aan het verbeteren. En ja, en het is goed denk ik dat de Rotbrink nu ook gewoon daadwerkelijk verwerkt is en financieel de consequenties zijn getroffen. Terwijl ik 2 jaar geleden mij nog heel goed kan herinneren dat ik zei van kijk naar je vermogen, je schuld. Maar besef wel dat er nog een heel groot deel Rotbrink niet in zit. Zeg maar. Dus ik denk dat daarmee de kengetallen een beter beeld gaan geven. Ga ik niet, gezien de tijd, want volgens mij had ik tot kwart voor of zo, ga ik hier niet uitgebreid op in. Maar dit is wat ik in de jaarrekening natuurlijk in het accountsverslag heb opgeschreven. Als je naar de solvabiliteit kijkt, dan zie je dat gemiddeld Nederland 31% heeft. Ja, daar zitten jullie natuurlijk fors onder, dat zal je niet verrassen. Het ratio weerstandsvermogen lijkt wel goed. En de schuldquote zitten jullie ook wel wat aan de hoge kant als je naar gemiddeld Nederland kijkt. En ook de grondexploitatie zitten jullie wat aan de hoge kant. Dus de financiële positie blijft natuurlijk wel aandacht moeten houden, laat ik maar zo zeggen. Ik loop ze snel even door, omdat ik wel vind dat je bij die kengetallen altijd, ja, zoals ik net al een beetje zei, van moet nadenken over, ja, als je naar de schuldquote kijkt, kijk het niet als een absoluut getal. Zoek ook niet alleen naar de norm, maar kijk wat je ermee doet, zeg maar. De schuldquote bijvoorbeeld, hè, er staat ook hoe die uitgerekend wordt. Hè, over in 2018 wordt geraamd dat er nog 42 miljoen schuld is en dat je 6,5 miljoen uitleent. Als je dat op je baten zet van 47 miljoen, kom je op zo'n 75%. Ja, is dat hoog of is dat niet hoog? Ja, dat is lastig. Er is een soort norm ooit een keer door BZK verzonnen dat als je boven 130% zit, dan moet je echt de rode vlag hijsen. Maar dat is niet een harde norm, niet vastgesteld, wordt niet toezicht opgehouden of iets dergelijks of zo. Maar tot 0 tot 100% staat ook in jullie begroting volgens mij. Ja, dat is wat de VNG nog wel acceptabel acht. En ik zeg dus daarbij van ja, kijk dan wat je financiert. En wat ik ook altijd vind is dat je ook altijd de rentecomponent van die schuld moet beseffen. Want uiteindelijk gaat het erom, ja, die schuld die trek je aan. En wat als nou je het langer moet financieren en hoe groot is de rente? Nou, volgens mij in bladzijde 138 staat in jullie paragraaf financiering staat dat er 9 ton rente wordt betaald per jaar. Ja, van je 47 miljoen is dat ongeveer 2%. Hè? Dus 2% van jullie begroting bestaat maar uit rente. Is dat veel of weinig? Ja, ik denk dat niet heel erg. Het is vergelijkbaar met andere gemeenten overigens hoor. Maar betekent wel dat je niet blind moet staan op de schuldquote. Want als de rente stijgt, hè, hij is op dit moment gemiddeld volgens die paragraaf financiering 2%. Maar stel hij wordt 3% of zo, dat zou. Even uitgaan dat er ook nog in jullie paragraaf financiering allerlei looptijden zijn van leningen. Dus dat dan niet van de ene op de andere dag. Maar zelfs als dat met 1% stijgt, ja, dan moet je 4,5 ton ombuigen. Ja, is dat te doen of is dat niet te doen? Nou, ik denk dat jullie wel voor grotere uitdagingen hebben gestaan. Maar zo moet je er wel naar kijken, vind ik. Ook naar die schuldquote. En wat je daarin ook mee moet nemen is de renterisiconorm. Dat is misschien een beetje een technisch begrip. Maar betekent eigenlijk van hoeveel procent van onze schuld in enig jaar moeten we misschien plotseling aflossen. Zodat we het opnieuw moeten financieren. En als de rente dan stijgt of daalt, lopen we daar een risico in. Nou, daar zit ruim onder de landelijke normen daarvoor. Het staat ook, zoals ik al zei, is weergegeven op bladzijde 136 en 138 van jullie begroting. Dan grondexploitatie. Met die 37%, hè, 40 tot 37%, zit je natuurlijk ruim boven het landelijk gemiddelde. En ook ruim boven het gemiddelde van de gemeente tot 25.000 inwoners. Als ik jullie een advies mag geven, dat is zo snel mogelijk de grond verkopen. Maar dat is, weet ik niet of jullie dat iets aan kunnen doen. En misschien kijken we over 2 jaar wel heel anders tegenaan. Dan zeg je van, hey, verdraaid, wat hebben we daar nog goed aan verdiend? Maar ik begin toch langzamerhand hier en daar tekenen van licht te zien. Dat ik denk van, als je nu niks hebt, dan kun je ook niks verdienen. We moeten even geduld hebben volgens mij. En ik moet de jaarrekening 17 nog controleren. En of er al die...
Je ziet hier een beetje dat cyclische natuurlijk erin terugkomen. Nou, de balansratio 2016 was 32%. Staat hier trouwens 34, zie ik, dus dat klopt niet helemaal. Maar goed, dus zoals ik al zei, ook hier moet je kijken van wat is de relatie met de schuldquote. Je leent 48 miljoen, zeg maar even, als ik alleen naar de vaste schuld kijk. Dus je ziet wel dat de helft af van die lening zet je dus in voor je financiering van de grondexploitatie. En daarom is het ook zo belangrijk dat je goed zicht hebt op, nou ja, wat zijn de onderbouwingen van die grondexploitatie. Hoe snel verkoop ik het? Hè? Welke rente reken ik toe? Nou, wat is mijn verkoop, aantal, fasering, et cetera. En dat is ook altijd de reden dat wij als accountant daar ook veel aandacht aan besteden. En jullie ook hier een meerjarenperspectief grondexploitatie hebben liggen. Maar goed, wat ik net al zei, positief is dat in tegenstelling tot 2 jaar geleden de cijfers nu inclusief Rotbrink zijn. En dat is denk ik een goede. En daarmee zijn de getallen, zou je kunnen zeggen, ook wel, geven ook meer houvast. En geeft direct ook wel aan hoe betrekkelijk soms de getallen zijn als je wel het risico loopt en nou ja, dat niet in je financiële kengetal hebt zitten. Nou, tenslotte solvabiliteit, volgens mij heb ik daar al iets over gezegd. Ja, gewoon simpel gezegd 6,7 miljoen delen door 60 volgens de begroting of... in de jaarrekening is 6 miljoen de balans totaal, zo'n 9%. Ja, landelijk is dat 32% en de kleinere gemeenten zitten daar zelfs nog wat hoger in. Dat is wel wat herkenbaar. Grote gemeenten hebben ook over het algemeen toch wel ja, meer uitdagingen en meer voorzieningen wellicht. En waardoor ze ja, toch wel eens wat meer tegenvallers hebben gehad. Maar ook hier zitten beperkingen vanwege de systematiek van de BBV. En dat heb ik al 2 jaar geleden ook aangegeven voor wat betreft... Ja, moet je actief aan met maatschappelijk nut nou activeren? Moet je voorzieningen volledig opnemen? Dus er zitten hier best wel wat beperkingen nog in. Daarom zeg ik ook altijd, en daarmee sluit ik denk ik zo'n beetje af. Kijkend naar de financiële kengetallen. Het is goed om de ontwikkeling te volgen. Het is goed om ze denk ik te benchmarken. Maar nog belangrijker is denk ik heel goed naar je eigen risico's te kijken als gemeente. Waar sta je zelf voor? Jullie hebben volgens mij notitieweerstandsvermogen besproken... Maar het belangrijke is van ja, worden de risico's tijdig gesignaleerd, goed geanalyseerd en hoe worden ze beperkt? En welke weerstandscapaciteit heb ik daar tegenover? Nou, in jullie begroting, en ik heb het op de volgende bladzij staan, dan kan je kijken in de paragraaf weerstandsvermogen. Ik zal het er even bij pakken. De bladzijnummers heb ik hier niet bijgezet, geloof ik. Ja, het is vanaf bladzijde 117. En daar staat het som van de risico's zoals die gekwantificeerd zijn is 3,5 miljoen. Maar je zou kunnen zeggen dat de risico's zijn nog iets minder. Volgens mij was dat, ik zag ook de technische vragen dat daar nog iemand een vraag over stelde. Van wat is nou 675 qua extra buffer? Maar goed, als je kijkt naar die risico's uitgebreid uitgewerkt vind ik... De grondexploitatie staat hier nog op deze sheet nog wat uitgewerkt per project. Hè. Een keurige inschatting over wat was het in 17, wat is het nu in 18. Het risico is iets verminderd zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk ook logisch als projecten beter gaan lopen. Maar goed, dat is vrij ja, in detail. Inmiddels ook de meerjarenprognose grondexploitatie is die keurig weergegeven. Ja, de transities zijn ook vrij uitgebreid beschreven, misschien wat minder expliciet gekwantificeerd, maar is ook nog heel erg lastig om te kwantificeren. Het gemeentefonds, dat is meer het Rijk als risico, hè, dus wat gebeurt er met de algemene uitkering? Nou, de mei-circulaire was positief en september-circulaire zit niet zoveel ontwikkeling in vanwege de verkiezingen en de vorming van het kabinet. Maar ongetwijfeld gaat dat volgend jaar mei wel weer veranderen. Ja, en jullie hebben schijnbaar in de kadernota destijds gezegd van wij willen toch een weerstandsvermogen van 3,5 miljoen. Dus dat is de reden dat er nu 675.000 euro volgens mij extra hier als buffer is opgenomen. Nou, dat is een beleidskeuze. Deze risico's kennende is natuurlijk altijd de vraag van hoeveel vermogen wil je hebben en hoeveel buffervermogen wil je aanhouden. Ja, ik heb hier denk ik ook wel eens geroepen van zoals we hier zouden zitten en we denken even aan onze thuissituatie en we kijken van ja, de wasmachine zou stuk gaan. Er zijn mensen die hebben bij het kopen van de wasmachine 5 jaar verzekerd of 9 jaar verzekerd. Er zijn mensen die denken van ja, als ding stuk gaat, koop ik wel nieuw en leen ik geld. En er zijn mensen die gaan elk jaar geld aan het pad zetten. Het zijn allemaal beleidskeuzes over risicoaversie. Hoe sta je in risico's? Welke keuzes wil je maken? Ja, zo kan je ook naar je weerstandsvermogen kijken. En je kunt zeggen, ja, ik wil wel wat meer risico lopen, wat minder buffervermogen hebben en ik wil wat meer investeren in de stad of in de gemeente. Dat zijn denk ik beleidskeuzes. Maar belangrijk is dat in elk geval heel transparant wordt weergegeven. Jullie beschikbare weerstandscapaciteit die is met name gericht op de
algemene reserve. Dus als je naar de paragraaf kijkt, dan staat daar nog in dat je ook het, nou ja, dat zal niet een hele populaire zijn, maar ja, de onbenutte belastingcapaciteit ook nog kan vergroten. Dus je kunt de belastingen kan je verhogen, zou je kunnen zeggen. Dan kun je zeggen, ja, dat gaan we nooit doen. Maar dat is natuurlijk altijd wel het eerste wat er gebeurt op het moment dat je artikel 12 wordt. En dan wordt dat gewoon voor je besloten. Dus vandaar dat dat ook een soort onbenutte belastingcapaciteit, of een onbenut onderdeel is van je weerstandscapaciteit. Nou, die twee zetten je altijd tegen elkaar af. En zo doen jullie dat ook volgens mij. En dan kom je op een factor 1,9. En dan zeg je dus eigenlijk van, ja, kijkend naar mijn algemene reserve van, in 2018 wordt die geraamd van 6,2 miljoen. Dan is die net geen twee keer zo groot als allemaal risico's. En als je die buffer eruit zou halen, zou je zeggen, nou ja, we kunnen de risico's, als ze zich allemaal voordoen, zouden we ze kunnen opvangen. Dat is denk ik een belangrijke constatering, denk ik, in de financiële positie. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, zijn alle risico's geïnventariseerd? Nou, dat ga ik ook niet vertellen, want dat weet ik ook niet. Laat ik zo zeggen, de meest voorkomende risico's zie ik wel. Maar uiteindelijk controleer ik niet de risico's als accountant ook. Dan ook hier denk ik, volgens mij hadden we ze net al even te pakken. Via de financiële kengetallen kun je ook hier heel goed kijken van, ja, hoe verhoudt zich dat nou tussen de gemeente Ommen en andere gemeenten of alle gemeenten in Nederland. Ik heb hier het plaatje even opgenomen, maar dan zie je weer dat die 9% die ik net liet zien van solvabiliteit, ja, dat was 2016 en je ziet dat hier 2015 nog staat. Maar goed, duidelijk is dat je daar een stukje lager zit. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor die schuldquote. Dus je ziet hier dat de jaarcijfers 15 wel keurig zijn ingevuld, maar jaarrekening 16 of begroting 17 staat hier nog niet in. En deze had ik volgens mij al laten zien. Oh ja, dat is de netto schuld. Nee, dat klopt. Dit is de netto schuld per inwoner. Ook die kun je terug herleiden als je naar de website gaat. En dan zie je wat ongeveer de netto schuld per gemeente is. En waar ook de gemeenten zitten die het wat lastiger hebben, zou je kunnen zeggen. Ze zitten een beetje volgens mij in het noorden en aan de rand van Nederland soms. Maar goed, en misschien heeft het ook met omvang te maken. En voor uzelf kunt u hier natuurlijk heel goed kijken naar van, ja, welke gemeente vind ik echt vergelijkbaar of niet. Hè? Wellicht kunt u een aantal voorbeelden daarvan. Wat mij betreft, gepoogd om jullie door wat ontwikkelingen van de BBV te leiden, iets te vertellen over de begroting als instrument, hè, in relatie tot BRAP, jaarrekening en ook even wat uitgediept op de financiële kengetallen. Dus ik weet niet of er nog vragen zijn, voorzitter. Dat gaan wij bekijken, Rob. Zijn er nog vragen? Rob is er nu. Annelies. Ja, even een vraag in zijn algemeenheid. Hè? Want je hebt een heleboel nu opgenoemd en ons door ontelbare sheets meegenomen. Maar als jij nu in drie zinnen moet zeggen van wat jouw bevinding is, of jouw beeld is van de begroting van Ommen 2018. Wat is dat dan? Dus wat is jouw samenvatting, zeg maar? Is het nodig om de wethouder even weg te sturen of gaat het zo? Nee hoor, ik ben altijd. Ik controleer heel lang gemeente. Ik heb altijd geleerd dat je overal hetzelfde moet zeggen. Dat is het handigste. Nee, kijk, even met de voorbehoud dat ik geen oordeel heb, hè, maar ik wil me niet al te veel indekken. Kijk, wat natuurlijk helder is dat de gemeente Ommen heeft een niet hele sterke financiële positie, maar is wel. Het is ook niet. Het lijkt wel in controle of zo. Dat gevoel heb ik. Hè. Dus in die zin. De grondexploitatie blijft nog steeds een hele belangrijke. Hè, met iets van 40%. Dus jullie hebben nog forse posities gronden. Daar zit het risico nog in. Maar laat ik zo zeggen. Meerjarenbeeld is wel. Stabiel. Ja. Zo zou ik het ongeveer uitleggen. En wat ik daar nog aan toe wil voegen, maar dan denk ik ook, pak een beetje de ervaring van 2 jaar geleden mee. Als je naar het begrotingsbeheer kijkt, nou, misschien kan het hier en daar nog een tandje scherper. Ik begrijp dat jij 9 november ook luistert en kijkt. Wie meer? Bernard. Iets wat vergelijkbare vraag, maar toch met een andere nuance. Want u ging net in op ons begrotingsbeheer, dat is natuurlijk een BOH. Aangelegenheid voor een groot deel. En van onszelf overigens ook. Hè.
De vraag is de volgende. Is deze analyse ook door u gemaakt van de gemeente Hardenberg? En zijn er dan significante verschillen tussen de gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen vast te stellen? Nou, ik heb hem niet gemaakt voor Hardenberg. Daar heb ik de opdracht niet gekregen om het te doen. Oké. Dus als u zegt van ja, dat ligt aan de BOH of iets dergelijks, nou, dat kan ik niet. Dat is de raad die opdracht geeft. Dus daar zit wel degelijk een nuanceverschil. Ja. Maar het is interessant omdat we natuurlijk gemeenschappelijk één BOH hebben en dat er wel eens verschillen tussen Ommen en Hardenberg zouden kunnen zijn. En die vinden we mogelijk ook terug in de BOH. Maar goed, u heeft de analyse niet gedaan. En daar komen we misschien in het kader van de jaarrekening nog over te spreken, want die maakt u voor Hardenberg ook. Dat klopt, ja. Echt mooi huiswerk voor jou, Bernard. Je hebt nu gehoord de manier waarop, hè? Wie nog meer? Niet. Dan sluiten wij dit agendapunt af. Dan kom ik bij agendapunt 4. Ik weet niet wat er precies is afgesproken, maar als je wilt mag je blijven. Als je niet wilt mag je weg. Ja? Wel bedankt. Wel thuis. Of waar dan ook naartoe. Misschien moet hij nog werken. Voorzitter, een hand geven. Dank je. Ja, tot ziens. Die voelde stevig aan voor zo'n man of 30, denk ik. Komen bij agenda punt 4. En daar zie ik de naam van onze portefeuillehouder, Koos Schelen. Ko, ga je gang. Ik heb geen presentatie voorbereid. Ik heb de technische vragen zoveel als mogelijk laten beantwoorden door de organisatie. En ik denk dat het goed is om daar waar er nog nadere vragen zijn, of vragen ter voorbereiding van de begrotingsbehandeling van donderdag over een week, dat die nu even gesteld zouden kunnen worden. Lijkt mij een prima voorstel. We hebben de punten A tot en met E. Wie heeft de behoefte? Ik heb geen eindtijd afgesproken, dus het is niet zo dat we het per se moeten halen. Annelies. Dankjewel, voorzitter. Nou, misschien één vraag ook richting de wethouder. We zien toch wel weer in de beerap met name dat er vrij veel posten weer overgeheveld althans worden. Dat is de vraag weer. Wat is het oordeel van de wethouder daarover? Ik bedoel, krijgen we dit nu jaarlijks, die overheving? We hebben het wel vaker erover gehad, maar iedere keer denk ik, god, daar is die weer. Terwijl ik dan toch een nieuwe beerap aan het lezen ben. Dus ik zou eigenlijk niet zozeer een heel antwoord willen van hoe het nou komt, maar wel van hoe kijkt de wethouder daarna en hoe kunnen we dit dan voorkomen? Ook in relatie tot wat de accountants zijn misschien, van kunnen we daar beter in begroten? Of zijn het eigenlijk platweg gezegd allemaal externe factoren waardoor het komt? Bij overhevelingen moet je altijd een onderscheid maken in van wat de oorzaak is van overheveling. De accountant zei al van, god, er zijn sommige dingen die zijn in het lopende jaar gekomen. Het asielzoekerverhaal is een hele duidelijke erin. Er is een VNG-akkoord gesloten, afgeconcludeerd met het departement, leidt tot een bedrag. En ja, je mag niet van tevoren zeg maar dat al even opnemen, want voorzitter, wij wisten dat niet. Dat is één. Ik wil graag even ingrijpen. Want het grootste gedeelte van wat we overhevelen komt uit 2016 en daarvoor. Ik ben net bezig. Zullen we nu de wethouder het woord laten? Ja, maar het gaat om 267 en het resultaat is 58 ik van dit jaar. Ik stel voor dat we de wethouder eerst een verhaal laten doen. Er zijn namelijk drie vormen van. En misschien had ik dat eerst moeten zeggen. Dus de eerste, en omdat het al genoemd was, denk ik, pak ik dat als eerste bij. De tweede is, dat is een vorm waar we in gemeenteland gewoon slecht mee omgaan. Dat is wat ik noem meerjarig incidenteel. Je hebt posten waarvan je met elkaar afspreekt, gewoon gaan we 2 of 3 of 4 jaar doen. Ja, en technisch is het dan zo dat je dat moet overhevelen. En dat is een grote post. En veel van wat de heer De Vries-Robes zegt, is juist dat. Dus dat is op zich niet nieuw, maar door de techniek ben je gewoon gedwongen om dat te doen. En er zijn natuurlijk ook wel posten waarvan je denkt van nou, dat had wat scherper, zeg maar, en ook eerder kunnen worden doen. We hebben hier de tweede beerap. Het had bij de eerste beerap gekund. Nou, daar proberen we wel steeds meer op te sturen. In ieder geval willen wij sturen op het feit dat er geen verschil is, of een zo klein als mogelijk verschil tussen de tweede beerap en de uiteindelijke jaarrekening, want dat is helemaal erg.
Hè? Nou, daar, nou, als je die drie zo op rij zet, dan denk ik van, en daarin kan het wel gelijk geven, dan kunnen we nog wel de tandjes een beetje bijzetten. Het is dus niet zo ernstig als het totaal doet vermoeden. Tandje scherper kan. Dankjewel. Zijn er nog meer vragen? Niet meer vragen, dan constateer ik dat we aan het eind van onze tweede ontmoeting zijn vanavond. Geen spijt op tante. Dan bedankt voor jouw werk, Ko. Viel wel mee, dacht ik. Jullie bedankt voor de aanwezigheid. Mensen op de tribune ook bedankt voor de aanwezigheid. Wel thuis.